Hallo, vandaag gaan wij krabbers slijpen. Zoals je kunt zien zijn de krabbers heel erg bot. En is het vaak gewoon heel lastig om goed schilderwerk te doen. Ik zal even een voorbeeld geven met krabben. Ja, je ziet het is gewoon heel erg lastig om goed te krabben. Dus verstandig is om de krabber goed te slijpen en dat gaan wij nu vandaag aan u laten zien. Altijd even een bril op doen, is veiliger. Als je een stuk krabber in je ogen krijgt, dan brandt dat helemaal door je vlies. Vervolgens zetten we de krabber tegen de steen aan en laten hem langzaam naar voren draaien. En daarbij moet je de krabber heen en weer draaien en overdreven gezien heen en weer zo. Deze rand die moet overdreven gezien zo lopen om een goed scherp te krijgen. It's been a long time coming. Dat daarachter de vonkjes komen. Die vonkjes die geven aan dat die scherp aan het worden is. En dan moet je ervoor zorgen dat die vonkjes aan de voorkant komen van de krabber. Zo, we hebben de krabber nou goed scherp gemaakt en om te kijken hoe scherp die is. Je ziet het loont gewoon om de krabber goed scherp te hebben en zorg ervoor dat je daar gewoon goed materiaal voor hebt. Dit was het bij Schildersbedrijf Edens in Apeldoorn. En we hebben een scherpe krabber, waar we meteen kunnen krabben. Je ziet het, dit kunt u zelf ook. Stop maar. Dat laatste stuk moet je niet in mijn bek gaan lopen. Dan sta je daar.